hin, sodass wir noch vier haben. Dus dat moet ik overlangs doen. Hey, BD, in here. Come on, buddy. Let's take a look. All set up, Mark. Yes. I've unearthed a curious artifact. Ah! Now, have that all complete. Achievement gotten. Dan zit ik alleen nog met zijn holomaps. Omdat dat ook voor mogen stellen. Dus dat betekent alles 100% exploren. Dat zal toch niet? Even kijken. Dan gaan we 2 van 2. In de workshop hebben we 4 van 4. Synchronisatie. Zo'n plane hebben we ook. Ondanks die daar zegt dat nog wat zit. We hebben zo'n boot. Daar hebben we 1 van 2. We laten hier wel weer komen. Lopen, even kijken wat hier boven in de kist staat. Dat hij hier binnen moet zitten. Oh, die kist erachter. Nee, hier wel ook. You're planning for that. You're going down. Time to die.
Nuts. Jump on in, buddy. You always find good things. Hoe ver zijn we ondertussen? Oh, we zijn klaar ondertussen. 16 van 16. Minder even. Kijken om dat even vlug op de map te zetten. Misschien dat we hem dan ook op 100% hebben. U weet. Zo niet, dan gaan we naar de volgende planeet. Explored. Ja, dan hebben we de hele map. Mooi. In ieder geval één planeet helemaal. Ze moeten bij die andere planeten straks. Gewoon even kijken waar ik inderdaad een deur of iets nog moet. After I lost my family, there was nothing. I was alone on Dothamir. And when Malikos came? When he told me the Jedi slaughtered my sisters, I was no longer alone. Anger became my companion. But you didn't give into it. No. But to wield anger as a weapon and use hatred as a purpose, that is a feeling I know. And it is hard to resist. Hungry fellas? You know, these guys, they've been through almost as much as we have. Is that so? Sure is. In fact, it's a bit harder being a plant. You rely on someone else to keep you alive. You don't get to do anything other than grow. You can't really defend yourself. I didn't know you cared that much about nature. When I know for a fact that it won't kill me, eat me, get me sick, accidentally grow me a fifth arm, well then, I'm a fan of nature. Good thing they have you. You mean that, or are you just giving me a hard time? I think it's kind of nice. You're important, and not just to those plants. You've helped keep us alive. Oh, you're not so bad yourself. Hey. Just for that, I'm gonna name a plant after you. I'm gonna call this one Kid. What an honor. Mm-mm-mm-mm.
Even kijken. Nu nog. Twee of drie planeten? Volgens mij twee. Nou, ja, daar staat ook bij export inderdaad helemaal klaar. Nou, we hebben nog twee planeten te gaan. Kashyyyk en Zephyr. Dat zijn allebei vervelende. Kashyyyk zit nu pokkenboom. Nou, laten we Kashyyyk beginnen. Taran Malakos. I thought that name sounded familiar. He was one of the Jedi's most trusted generals. What, like some kind of war hero? The Jedi were trained to disregard accolades. But it's easy for successful leaders to grow accustomed to fame and glory. Well, he ain't gonna find that anymore. No, he's not. Malakos had a knack for strategy and motivated his troops. Probably why he's got those weirdos under his control. Sit down, kid. It's time to land. En daar had ik al daarom kwam ik al bij mijn stoel staan. Good, Grease. Very good. Cal, did you hear that? I think Seer here is finally coming around to my cooking. That makes one person. Well, what can I say? Food always brings people together. Reminds me of my home, my family. Your great-grandmother? Yeah. I lost her a long time ago. I'm sorry, Grease. Yeah, she was the best. Besides her, I never really had much of a family. Until now. Thanks, kid. What's on your mind, Maren? This place feels like a battlefield. We fought hard, but in the end, the Empire drove away our allies. Hey, it wasn't all that bad, right, Cal? Didn't you get to hitch a sweet ride with one of the locals? You hitched a ride? Well... Cal befriended the Shieldbird. He seems to have a knack for making unusual allies. I cannot imagine a Dathomiran beast befriending someone. Nee. Maybe when this is all over, I can show you the origin tree and some of its friendlier residents. I would like that. Maar het is toch allemaal over. Oh, hier op het cargo pad staan er gewoon al twee. Zullen we even rondkijken dan? Invisible wall. Oh, daar zie ik al eentje. Hey, look in here. What you got there? En daar zie ik dan weer. Waar ben jij heen? Wil je iets kennen hier? BD, I think this is your strength. Thanks, BD. I never doubted you. Oh.
Okay. Oh, you have an even in secrets, okay. Convince us chests and refinery. Okay. Op naar de refinery dan. Eens even kijken. Hier zijn we aan de behoorlijkheid. Die hebben we allemaal. BD misschien nog een stuk 4 van. Nou, een stuk 5. Eens even kijken. Kisten moet ik hier nog vinden in de refinery. Deze deur is dicht schijnbaar. Hier hangen touwen, dus ja. Nou, via deze kant, hè. That's a brawler droid processing unit. You thinking what I'm thinking? Security droids. Full damage KX security droids. Oké, okay, dan gaan we verder. Dus eerst maar eens aan deze kant kijken voordat we daar verder gaan. Strange hebben we gehad. Oh, dat is pad. Oké, okay, dus ik wil best terug even hierheen richting Forest Strange. Hey, buddy.
Oh, that was a kist. Yep, there you go. Come on, buddy. Let's take a look. Oh, that's in the deep. Was the rookie hideout? Dead trooper. So I got him. He's more ruthless than I realized. Dat is de forest range, dus dan moet ik sowieso niet meer gaan kijken. Schuin, dus daar zal niks zitten. Waarom nog een keer een liaan? Is dat puur om hier te komen? Sloten, oké. Dat is niet afgesloten, zo te zien. Oh, wacht. Ja, nee, klopt. Als hier door het vent. Een kistje. Eén kistje in de refinery zetten. Oké. Okay. Nou, deze twee jongens opruimen. I've had worse. Can't take a hit. Hey,
waar die kuttel doorheen is gegaan. Oké. Okay. Althans, niet hier langs. Dit ook bij de refinery hoort daar tussendoor. Dus laten we even terug gaan. Wat ik hier tussendoor ging. Lijkt wel bij de refinery te horen. Nou, laten we daar eerst dan eens even kijken. Wel een kist er tussendoor. Ik weet niet of ik jou gehad heb.
unlock. Waarom kan ik erin komen? Ik kan niet verder naar boven, dus ik moet wel hier langs. Dat is een lift. Ja, ben ik daar geweest? Weet ik niet. Maar even nog een die upgrade had ik veel eerder moeten wenden. Holy crap. Your odds of surviving are low. Very low. Wow, ik heb een kistje gevonden. Even kijken. We hebben refinery klaar. Hoppenkroon vast hebben we klaar. Forest Ranch Refinery. 9% is dus custom die kant in. In de bessen hebben we 1 van 4. Oké. Okay. Precies de andere kant op, met de lift naar beneden waar we net geweest zijn.
compromised entity detected. Investigating. I am terminating your life. You will regret that. Got you. Okay, we have need packet. Okay, for 6 speed up. Oh, no, just forget the lift. There's a lift in the habit. Move them up. Running wall. You might need a door. Go down natuurlijk. In. Ja, okay. Ja, heb niks aan. Beetje lager zijn. Een vals. Een van twee. Maar dat valt het hele stuk onder. Ook dat stuk hier achter. Kan ik daar naar boven? Nee. Hoe kunnen we daar komen? Dan zijn we via dat. Zie ik daar zo in de kist? Ik weet het niet. Ik ga eerst gewoon eens even verder kijken. Ik kan het gewoon oppakken. Bij jou kijken. Zo. En nou gaan we naar dat andere gebied met die zipline. Het zal niet meer de vol zijn, denk ik. Nee, dat is best. Oké, dus we moeten wel terug. Dus dat is toch een beetje stom. Dus. Mm-hmm.
se eksi hyllään, jos... En kestä. Just. Okay. Boy. Hey, BD, in here. Of course he found something. So, get your foot in the middle, double jump. Oh, these are switchable cards. Yeah. Okay. Oh, not a best. Dat is een stuk van de water zwemmen. Hier. Put the kist out, that's mine. Hey BD, what's this? You never fail to amaze me, buddy. In kist here in the vessel. Dat hij onder het zit, maar misschien wel niet. Oh. Wauw, ik heb wel heel veel geluk met boven water komen. Hey BD, what's this? What you got there? Nou, de best is ook klaar. Nu is 55% explored. Mm-hmm.
not bad jumps. Let's go. Ah, need to have him sheets. Hope these don't freak Grease out. Dat doen we denk ik doorlopen. Dus laten we daar eerst eens even gaan kijken. Hier zijn we volgens mij geweest. Your mind. Kill that lacquer. Ja, oké. Was het niet helemaal zo de bedoeling? Maar was de bedoeling niet van alle kanten. About this place. It's sacred to them. Damn. Discovered en hier zit verder zo niks. Ik zie ook niks van kisten zo staan, dus in ieder geval verder gaan. Snel klimmers. Vloog mijn eindje. Ik moet wel even op de map kijken. Procent explore, maar ik zou niet weten wat ik nog moet exploren, eerlijk gezegd. Dat maakt niet uit, er zitten ook geen kisten. En het volgende gedeelte moeten we weer 3 kisten. Origin Blake. Goed. En zo kan ik meteen naast het begin af. Dat is fijn. Oh, ik zei hier. En laten we mijn kist worden. Nu eens zelf gaan bekijken.
Waarom ben jij trouwens gesprongen? Wat is er daar gebeurd? Je stopt ook aan de zijkant. Oké, akkoord. Of staat hij wel weer daar? Nou. Geen idee hoe die ineens op school kwam. Oh, kist. Nog één, zo te zien. Die is compleet. Ik mis nog twee kisten. Eentje zit in de Shadowlands. Zo gezien. De andere zit nog in het Deserted Village. Shadowlands te komen. Weet ik toch? Is het allemaal Shadowlands? Ja. Zeker door check dat er een begin niks zit. Dat boven zit wat. Jawel. Wauw, serieus? Thank you.
Eén kist, hè? Ja, één kist. Ja, wel helemaal op de kant, maar schijnbaar heb ik toch een kist gemist ergens. Damage, maar stop het niet. Oh, stop, ze kunnen niet dichtbij. Dit is ook nog een shout-out. Zullen we de kist hier wel ergens zetten? We beginnen met water. Nou, mooi. Ja, dat is precies. Goeie avond, ijsjesman. Wat heb je daar? Naar boven. Hier langs? Nee. Welk spel? Is dit iets van Star Wars? Ja. Is Star Wars Jedi Fallen Order. Oh, yeah.
So. Hier ook één kist vinden? Ja. 77% verkend. Oh, dat is eind. Is dat de andere niet? Ja. Is de project die zelf. Dat is trouwens de laatste kist die ik moet vinden. Dat is ook Origin 3. Dus die zal wel ergens hier redelijk in het begin zitten. Oh, kijk. Nou, slaap lekker. Bedankt Stomp, dat je een granaat onder die tube gooien. Ik zie hem al. Oh, nee. Want to look inside? Have fun in there? Zo. Nou, die is ook klaar. Dan denk ik, ja, ik kan best even teruggaan. De rest is de Origin 3, dus dat schiet ook niet op. Oeh, dat was een behoorlijk afkorting trouwens. Ja, fuck. Maar alleen af. Dankzij mij terug naar boven. Staat zij hier voor de show. Waar brengt zij mij heen? Nu ben ik bij Bessen. Oké, daar gaan we. Oh. Oké, dat is fijn. Hier moet ik irritante dingen voorbij. Up, up and away! Zo, blijf kijken. Spin, please, buddy. Better than before. Alleen even kijken.
Hilkyt. Tässä kan luukko hyvelemaan tästä koulua. Mennään mennä implanetikään. Tää mä tulee sen puhukaa. Se on oma hiläinsä. Hangina. Niin mä tulee kuvaa. Want als goed is. Zal misschien alleen niet groeien. Ik mis er denk ik één. Die zal dan van die laatste planeet afkomen. Gok ik. Cal told me you were once a Jedi. What made you quit? It was just not a wish. In a moment of weakness, I used the dark side of the Force. And I'm not sure I wouldn't do it again. The dark side? The side of the Force that feeds on pain, hatred, and fear. Tap into it, and you risk losing yourself. Night Sisters channel magic through ourselves. We do not let it consume us. Well, that sounds lovely. You. I mean, I could show you how. I appreciate the offer. But please understand, the idea of using the Force is dangerous to me. As you wish. Sit down, kid. It's time to land. Zo zijn we er weer.
Nou, eens even kijken. De hangar hebben we. En de village hebben we. Dergelijk hangar hebben we. Bluffs. Er zit nog een secret. Bluffs ook wel even door trouwens. Hier hebben we alles. De ice caves erna. Oké, dus we kunnen het beste eerst even gaan kijken voor de bij die bluffs te komen. Dus het is door de village richting de turbine. Daar ga ik op neer. Ik heb een shotje. Over de brug, ja. Jedi! Focus on his guard! Hit him! Blast him again! That's the last of our range support. I hear you. Stay back! Killing you. Nog wat skillpunt. Ik heb uitgegeven. Hier zit eentje met drie. Doe die eerst. Ik denk niet dat ik die vier skillpunten ga halen om alles vol te krijgen. Kijk naar binnen en dan naar links. Thank you.
idé, hvor kunne jeg kigge. Og der er jo særlig fug. Kijk. Kijk, ik kijk er achter zat en dan links. Dan kan Cass natuurlijk mijn lightsaber niet hebben. Looking scared, Jedi. Oh, come on! Ik heb gevoel dat secret zit. Wow, that's got to be one of the Zeffo. Guess we're on the right track, huh, BD? Look alive! Not an easy target! Oh, got it! We're too much for him. Destroy him! Change position! Zijn we het erbij om? Hoe kom ik dan bij die andere generators? Was het daar in het begin misschien? Dan zit ik bij de Wellup Monument. Huh. Druk. Niet naar beneden poelen. Dat is flauw. Ik zie het secret zelfs. Een deel. Ik kan er niet komen. Nou hier. Dus ik moet weer een compleet rondje gaan maken. De blades naar beneden poelen. Dat is wel heel erg flauw dit.
Oh. Do you think someone's sneaking around? I think I'm gonna be threat! I see. Watch out! We're alone now! Who pulled that, Alec? Where's he under? That we got. My mats? Oh, I'm not yet. This crate was moved here by stormtroopers. They seemed anxious for some reason, pressured to find relics. Zijn we nou het secret? Yes, kunnen we weg. Nou moeten we nog drie kisten vinden. Eens even kijken. Dit is volgens mij een behoorlijk gebied. Wat dat hele kleine stukje achter mij op onder. Zullen we dat eerst even gaan bekijken. Zodat mensen terug kunnen. Thank you.
Weddith's monument. Er moeten nog drie kisten te vinden zijn. Incoming threat! Yeah! Move up already! Shouldn't move! I won't let you win, traitor! Hier beneden uit. Okay. BD, think you can slice this? Guest. Thanks, bud. Come on out, buddy. Oh, you found something. Yes, 4 van 4. Those caves. Er zitten nog 2 kisten, 3 secrets. Dick side zit er nog 1. Hier zit nog eentje. Allemaal bij elkaar. Hier zit nog een secret. Oeh, hier zit het er dan op. Links van mij. Weer van dit.
Oké, dan heb ik al zulk nog een kist. Weet met de lift kunnen gaan. De kans is best goed dat dat daar zit. Did you see something move? He's mine! Yeah. Officer hit a valuable relic here. She's hoping to use it to gain favor with the Emperor, but her deception was making her reckless. Okay. Oh. That's not a crash site, dude. Waar we net binnen zijn gesprongen. Maar eerst even Imperial Headquarters. Moet ik eens een kist zijn. I think this might be a lift to the lower floor. It'll be good for heading back. Kist. Hey, BD, let's go.
Ik ben er. En nu? Huh. Ze wordt geen kist. Nu zal er wel met een reden hier een touw hangen. Ah, ik nog een touw. Even naar het korpus van. Zien we wel. Volt elevator, ding. Ah, en hier is kistje. Mooi. Hey, look in here. What you got there? Oh, ik kom meteen in het boom in plaats van in het dik site. Is dat niet heel erg, dan kunnen we via de toon terug. Hopelijk. Kijk, okay, en toen hadden we ook. Ja, we doen ook eerst aan de secret. Eerst even een rondje rennen. Hier in ieder geval niet. Ik ga wel groen is wat beschikbaar is. Dus de kans dat daar wat zit is best groot. Alleen nu wordt het natuurlijk voor mij heel lastig om daar naar de overkant te komen. Vanwege dat ketting kapot is. Oh, wacht eens. Oeh. Misschien vind je die touw. Die strijd voor hun. Wat zeg jij me nu?
zijn ze hier die oude nou moeten. Ah, daarom hangen die daar. Oké. Zitten. Ja, als we hem opvallen bij die zooi. Ja, dat klopt. Ik ben kist en secrets aan het zoeken en ik had eigenlijk verwacht dat hier wat zou zitten. Wat nog steeds kan natuurlijk. We zijn even aan het kijken hoe het naar voren gaat. Dat gaat via dat daarin. En hier. Ik weet niet of ik daar wat aan heb. Waarschijnlijk niet namelijk. Waarschijnlijk liep dat dood als ik me goed herinner. Dus ik kom hier langs. Toss me a stim. Great job, buddy. So it's even helemaal niks. Okay. Does it, rookie? We got a long day of guard duty. Enemy contact. I understand. Wow. Let's look for this. Keep your guard up. We have to stop him. The last one. Kijk, waar zat die deur? Dat is eentje verder. Het is me nooit opgevallen dat daar een deur zat. Dus daar zal het geit wel wat achter zitten. Waar is die deur? Jedi! Hey, jou weet ik ondertussen dat jij daar zit. Oh, dus, oh. Dan weet ik nog steeds niet wat ik daarmee kan.
daar... zal er op een andere manier in moeten. Aangezien alleen... Zover schieten die planten niet volgens mij. Officiële weg is wel, is wel een bordertje. Zie je? De planten schiet me helemaal nergens in. Oh ja, tuurlijk. Ik ga wel eerst even... dit proberen. Dan kom ik toch daaruit dus. Weet je wel, dat bij lange naam. Nu. Nee. Die schiet ook niet weg. Dat die plant daar opschieten. Doe je dat? Oh. Wel een goede pak. Ik meen mezelf. Af. Kijk, dank u. Force push. An ancient Zephonian. Part of a workforce that helped construct this tomb. They died before the job was finished. Even kijken, we moeten gewoon hier verder en daar boven uitkomen. Kijk, nee, er zit dan maar niks. Wat is dit dan voor? Oh ja. Dat is
voor dat kistje daar beneden. Dit zal nog interessant worden. Nou moet ik weer daarop mikken. Nee. Godzeg. In ieder geval eens waar ik niets geweest ben volgens mij. Nou, daar mag ik wel niet bovenop. Ja, dat is inderdaad een nieuw stukje, oké. Dan zal ik ook hier vast die kist liggen. Oh, dat is trouwens wel cool, gemaakt die toen zo. Kijk, heb ik die balls? Hier wel water. Heb ik die balls? Dat zijn die kaarsen die ik hoor. Denk ik. En hier kunnen we nog niet door. Hier is water, dus ik moet hem door dat gat daar bovenheen mikken. Jackpot. Oh, hier is het kistje. Waar is die schakelaar dan voor? Jump on in, buddy. Have fun in there. Nou, dit explode, dus dat zal wel. Waar is deze schakelaar voor geweest? Waar zit hier landbaan? Is dat het enige? Maar we hebben in ieder geval het kistje wat we wilden hebben. Zeg, dat zal wel niet gaan. En jij bent er weer weg. Mist nog iets.
schakelaar toe.